We lopen hier aan de Zwolseweg in Heerde. Een mooie straat met veel karakteristieke huizen. En vandaag hebben we eentje te koop. De Zwolseweg 47. Een karakteristieke woning uit 1953. Gelegen op 1423 vierkante meter. Dat is groot als je zo dicht bij het centrum woont. Het centrum is dichtbij, een paar honderd meter. Je ziet daarin eigenlijk bijna de kerk staan. En hierachter zit landgoed Forsbergen. Een prachtig natuurgebied waar je kunt wandelen en de winter zelfs schaatsen. Een mooi gebied. Ja, de woning is een karakteristieke woning. Is goed onderhouden. En deze eigenaresse die hier woont, hier woont hier al meer dan 50 jaar. En heeft met 50 jaar met liefde hier en veel plezier gewoond. En heeft een echt een werkelijk prachtige tuin. Ik laat het nu zien. Kom maar mee. Ja, prachtige tuin, hè. Diverse vijvers, diverse terrassen, mooie oude bomen. Het komt nu mooi in bloei. Nee, ze heeft hier maar 50 jaar met plezier gewoond. Ze heeft de tuin super netjes onderhouden. Mooi aangelegd, plantenkas. Maar goed, ook het huis heeft gewoon sfeer. Ze heeft de kozijnen nagenoeg allemaal vervangen. Het is grotendeels geïsoleerd. Glas- en loodramen zitten erin, paneeldeuren. Ja, het is wel een mooi huis op een groot perceel met veel privacy. Ja, wat het mooie is van deze woning is, vind ik, gewoon de stijl van het huis. Vroeger werd het toch wel echt mooi gebouwd. Mooie stenen, mooi voegwerk. Ja, nieuwe kozijnen hebben ze geplaatst, maar wel mooi passend in het huis. Ja, mooi plaatje gewoon. Het huis heeft naast de inpandige garage nog twee bijgebouwen die ook als garage kunnen functioneren. De oprit, er zit een vrij nieuwe garage, daar heeft ze de auto staan. En die achter op het terrein is nog een garage. En die gebruikt ze als berging. En in die garage zitten nog twee stallen. Stallen zul je denken. Ja, heel vroeger stonden hier achter geen huizen. Er waren ze hier weilanden. En toen had zij nog paarden in die stallen staan. Is al wel een tijdje geleden. Ja, de karakteristieke elementen van zo'n huis zijn natuurlijk de mooie overstekken. Maar ook die mooie ronde ramen met die glas en lood erin. Ja, dat is mooi gemaakt. Ook die inpandige garage maakt het huis wel heel compleet. En dit kun je natuurlijk ook heel makkelijk bij de woning aantrekken. Want het is binnen, ze gebruiken het nu als berging. Maar je kunt ook de kamer vergroten, zodat je nog meer leefruimte krijgt. Leefruimte is trouwens ongeveer 160 vierkante meter woonoppervlakte. Maar ik laat u nu binnen zien. Nou, we komen hier binnen in de hal. Wat zie je in de hal? Heb je hier rechts gelijk een paneeldeurtje over de meterkast. Hier zit een nieuwe meterkast in, die hebben ze vorig jaar vervangen. Samen met het plaatsen van de zonnecollectoren, want ze hebben 8 zonnecollectoren geplaatst achter op de garage. Hier links heb je een kelder, toilet. En hier gaan we naar de woonkamer. We komen in de woonkamer. Wat zie je in de woonkamer? Een mooie visgraatvloer. Ja, weer die nieuwe kozijnen met de hoedenverdeling. Mooie kozijnen hebben ze erin geplaatst. Ja, gezellige ruimte. Hier, dit heeft zich gebruikt als eetkamer. En dan heb je een open verbinding naar de zitkamer. Mooie sfeervolle ruimtes. Ja, vanuit de eetkamer loop je zo naar de zitkamer. En als je de ruimte nog niet groot genoeg zou vinden, dan zit hier achter die inpandige garage. Die zou je bij die vertrekken aan kunnen trekken. Ja, dan kom je hier in de zitkamer. Dan heb je weer die mooie kozijnen met die hoedenverdeling. Je hebt hier een deur naar het terras. Visgraatvloer natuurlijk. En een mooie schouw met een echte open haard. Ja, wat ik ook nog mooi vind, is dat je hier zo'n kast hebt. Zij hebben hier de televisie in staan, maar een soort barretje. En die mooie glazen loodramen die je buiten ook al zag. Kijk. Met zo'n VOC-zeeschip, dat is wel heel lang geleden. Zo oud is dit huis nou ook weer niet. En aan die kant vind je daar iets met een paard. Ja, vanuit de eetkamer loop je zo de keuken in. Dichte keuken, best wel ruim. Met ja, wel voorzien van alle eetmogentuur. Er zit een vaatwasser in, een kookplaat, een oven, een koelkast. Licht gedateerd, maar wel netjes. Ja, vanuit de keuken loop je zo de bijkeuken in. Die bijkeuken is ook heel ruim. Daar zit de aansluiting voor de wasapparatuur, diverse kasten en een deur. Rechts loop je naar die inpandige garage. Maar die kunt u zien tijdens een bezichtiging. Komen we op de eerste verdieping. Ook een mooie ruimte. Kenmerkt zich door allemaal lambrisering op de overloop, die heel groot is. Die loopt in de L-vorm. En ook allemaal weer paneeldeuren. De eerste deur hier is een berging. Is, op tekening staat het als wastafel met douche. Is wat krap, maar kan wel. Maar wordt gebruikt nu als berging. Voor de rest hierboven heb je 4 slaapkamers en een grote badkamer. Ja, de eerste kamer die we tegenkomen is gelijk de grootste slaapkamer. Een mooie grote slaapkamer met inbouwkasten,
Maar een fatsoenlijke tweepersoons bed in kan. De tweede kamer is een klein kamertje, de kleinste slaapkamer, maar die gebruikt ze nu als werk-naaikamertje. Nou, dan loop je hier zo door in de hal, vrij grote hal. Hier hebben ze nog lichtinval in de hal, veel inbouwkasten. En dan heb je hier nog twee slaapkamers. Dit is ook best wel een grote kamer, met een deur naar het balkon aan de achterkant. Nou, de volgende kamer is een badkamer met een dakkapel, met een inloopdouche, vaste wastafelmeubel en een toilet. En er zit ook nog een elektrische vloerverwarming in. Ja, en de vierde kamer is hier nu een werkkamer. Mooie ruimte, veel licht, weer een dakkapel, mooie inbouwkasten. Ja, wel een prettige ruimte om te werken. Naast de vier slaapkamers, badkamer en de vele inbouwkasten heb je hier nog een vliezertrap naar zolder. Mooie grote berging op zolder, helemaal bevloerd, waar je gewoon veel spullen kwijt kunt. Zo, nou, mooi huis hè? Karakteristiek. Nou, bent u nu benieuwd naar deze woning en deze prachtige tuin op die hele mooie locatie, dichtbij het centrum? Bel ons kantoor en ik laat u het graag zien.